ze dan toch niet helemaal van gekomen. Agouzoul naast de bal. Tamari profiteert. Bal terug naar Vekeman. Strapt over de bal. Wat een kans. Nog niet afgelopen. De Norre kan tot bij Vekemans. Vlieting pikt die bal op en hij scoort. 0-1 voor Oud-Heverlee Leuven. 42e minuut. Rommelige fase, maar dat zal Vlieting worst wezen. Hij zet de Leuvenaars op voorsprong. Want het was al een tijd geleden dat Leuven nog eens kon dreigen. En dan heeft het geluk dat Agouzoul die bal volledig verkeerd inschat. Oké, Vekemans had hier misschien al moeten scoren. De bal wordt dan opgepikt door de Norren naar buiten. En dan Vlieting prima. Via de voet van Koffie, maar wel hard genoeg. En zo tegen de touwen 0-1 voor Leuven. Dat kan Oud-Heverlee Leuven in die tweede helft wel in een soort zetel zetten.